gedaan. Leuk dat jullie kijken naar onze zogezegde eerste video. Ja. Vandaag hebben we eigenlijk een best wel apart video, want we gaan geheimen van ons vertellen. Oké, het slaat nergens op, maar dus ja. Ik kon niks verzinnen, dus dan gaan we dat maar doen, hè. Zullen we de intro niet te lang houden? Oh ja, doe een... Dat... Hier moet er een... Zo, doe alsjeblieft een blauw duimpje omhoog. En dat bedoel ik, daar bedoel ik mee, like dus deze video. En abonneer op ons kanaal. En abonneer ook gewoon... Nee, oké, gaan we maar beginnen. Oké, nou. Wie begint er? Oké, nou, mijn eerste geheim is dat ik een soort van pillen slik voor een soort van ADHD. En ADHD is dat je druk bent, maar dat heb ik ook weer niet, want ik ben vaak gewoon heel rustig, toch? Dus dat is een beetje zo'n ding waar mijn ouders nog in twijfelen, maar niet echt dat ik wel vaak echt meer uitspotting. Als ik echt druk ben, heb ik meer, ja, van die kleine momentjes druk. Maar als je echt ADHD hebt, heb je achter elkaar druk. Ja, dat is eigenlijk mijn soort van geheim. En nu jij. Oké. Dat is wel grappig, want wij hebben gisteravond gelogeerd. Het zaten letterlijk 3 muggen in mijn kamer. Alleen, wij waren allebei echt allebei zo'n mugfobie of zo. Als er een mug ergens zit, moet je gewoon weg. Anders kan je moet gewoon weggaan. Je moet gewoon even. Oké, okay, zo fout. Nou ja. Maar goed, oké. Ben ik nu? Yes. Oké, mijn volgende geheim is dat ik al 7 keer gekotst heb in dit jaar. 7 keer? Ja. Hoe dan? En ik veel te veel eten heb, kotst heb. Ik kan niet echt goed tegen eten. Dus ja, zo zit het een beetje. Maar ja, als je toch zoveel van eten houdt, dan wil je wel blijven eten. Ook gaat dat niet langer. Oké, ik kijk echt alleen maar naar de lens. Ja. En dan komt het er ook wel eens uit, hè? Ik kan absoluut, maar dan ook gewoon echt niet tegen kriebelende kleding. Oh, dat is zo stom. Het is echt gewoon... Ik kan gewoon niet tegen. Ja. Ik zeg gelijk over de kriebels. Dus. Dat kan ik ook al niet tegen. Ander onderwerp. Ander onderwerp, ja. Echt nu wel leuk. Dat ik een prik haat. Zoals de 9-jaarsprik. Oké. De 9-jaarsprik. Ik vind ook een prik. Ah, en daarom. Ik heb medelijden met iedereen die een prik moet. Mijn zusje ook. Mijn zusje was helemaal verdrietig vanmiddag. Ja. Zo worden dat ze de 9-jaars. Maar kijk, bij mij spoten ze hier zo dus in die ader. En dan doet dat gewoon fucking veel pijn. Oké. Geheim. Oké, en een geheim. Ja, heb je nog een geheim? Een soort van. Wil je het vertellen? Ja. Oké, ik serieus. Als je een huisdier hebt. Een huisdier, hè? Nou, laten we stellen een hond. Ik heb een hond. En moet je uitlaten. En dat valt op zich nog wel mee. Maar niet als je een hond hebt als wij hebben. Want dat is gewoon verschrikkelijk. Bij elk grasputje, letterlijk bij elk gras, wel even stoppen, even ruiken, overal. En dan... Dus dat, als ik dan terugkom van lopen, dan zegt mijn vader zo van, zo ging ik lopen. En dan zegt hij, ja, ging wel goed hoor. Het ging gewoon super slecht. Nou, het ging wel goed, prima. Nou, het was niet echt geheim, maar ja, ik kon er niet echt eentje. Wat was nou mijn geheim? Ik
had hem daarnet nog. Dat ik... Oh ja, mijn geheim is... Niet echt een geheim, maar gewoon een ding. Ik krijg krullen. What the fuck? Serieus? Ja, maar dat is... Nou ja, vroeger heb ik ook altijd wel krullen gehad, maar... Wacht even. Ik heb mijn haar los, dus ik ga even niet los, want het ziet er niet uit als ik het gelijk los heb. Ja. Jij hebt wel nog een geheim. Dat zijn mij. Ja, ik heb een geheim. Ik heb een geheim. Ik haat kamers die helemaal donker zijn. Waar je echt helemaal niks in kan zien. Vind ik juist leuk. Het is niet dat ik bang ben voor het donker of zo. Het is meer gewoon dat het het kamer gewoon zwart is. Dat je het niet leuk vindt. En dan kan je gewoon helemaal niks zien. Wat ben je nou aan het doen? Krullen aan het opzoeken. Ik heb vooral achter mijn kop krullen. Nou, ik kan even geen krullen vinden. Oh, ik vind het eigenlijk wel een beetje... Een rare eerste video. Ja, het klinkt een beetje apart. Ja. Als jullie nog ideeën hebben, laat het dan wel even weten. Ja. Even kijken hoe lang. 6 minuten maar. Oh ja, kort eerste video. In mijn geheim is... Ik heb... Vertel nou. Ja. Sommige geheimen weet ik ook niet eens. Nee. Vertel nou. Even kijken. Maar dat ze heel veel pukkels heeft, joh, en dat was op mijn kind. Wat? Dat je heel veel pukkels hebt, maar dat was op mijn kind. Nou, vertel nou. Ja, even denken. Dat ik los haar haat als het zo achter mijn oren zit, jongen. Dat is echt niet leuk. Ja. Ja, maar dat het dan zeg maar zo zit. En dan dit erover. Ja, dat is echt lelijk. Lijkt je hoofd ook gewoon groter. Ja. Maar goed, laten we deze video maar even afzetten. Alsnog. Korte eerste video, maar... Ja, je moet toch altijd met iets beginnen. Alsnog, je moet een blauw duimpje uit. Zo, voor deze video. En... Abonneren, anders schiet ik je dat. Op ons kanaal. Nee, goed. She's my en laten we zeggen, later!